Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza op Tweede Paasdag. Op de bewolkingsfoto zien we boven het noordwesten van Duitsland veel bewolking. En die bewolking trekt vanochtend het noorden van Nederland binnen. En uit die bewolking valt van tijd tot tijd regen. Het regengebied breidt zich langzaam richting Noord-Holland uit. In het westen en zuiden van het land begint de dag droog en met geregeld zon. Maar ook daar gaat vanmiddag de bewolking toenemen. En lokaal kan er dan een stevige bui ontstaan. Misschien zelfs met onweer. Maar in het zuiden en westen zijn er zeker ook plaatsen die het droog houden. In het noorden vanochtend dus af en toe regen. En vanmiddag enkele buien. Temperaturen 16 tot 19 graden. Maar op de wallen slechts 11 graden. Vanavond neemt de buiigheid geleidelijk af. Wordt het dus op steeds meer plaatsen droog. En klaart het af en toe op. Morgen krijgen we te maken met eh, van tijd tot tijd zonneschijn, maar er gaan opnieuw enkele buien ontstaan. De meeste buien ontstaan in de middag in de noordelijke helft van het land. In het zuiden blijft het lokaal na droog. Woensdag ook her en der buien. Opnieuw kunnen ze op een enkele plek stevig zijn, maar er zijn ook weer regio's die droog houden. Waar dat zal zijn valt nu nog niet te zeggen. Donderdag is de kans op onweer iets groter en zoals u ziet, temperaturen de komende dagen steeds tegen de 20 graden aan. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.